In deze aflevering van Potje Rijden belanden we in een ongemakkelijke situatie. Dit heb jij het laatst gegoogeld. Zo, die zit echt te chappen. Nee, het is ook geen grap. Het is gewoon echt. En vertelt Roxanne een heftig verhaal. Naakt pakt hij een emmer en een doek om geen schouw te maken. Want ik... Helemaal naakt. Nou, als die microfoon nu nog... Er zit duct tape op. Hij valt soms eraf. Lekker potje rijden, rijden. Quant Roxanne. Hoe is het? Heel goed. Ik ga even lekker zitten. Waar moet je heen? De McDonald's. Nou, Sean, geweldig. Hey, hoe is het met jullie? Ja, ook goed. Leuk dat je het vraagt. Ja, met ons is het goed. We zijn lekker potje rijden en doen en zo, weet je wel. Ga jij vanavond ook naar de... Ja, zeker. Vet. Met Stefan. Echt? Ja. Niet die. Oh. Maar één heet ook Stefan. Tuurlijk. Heet je vriend Stefan? De PH. Oh, van Dubvision. Stefan. Ja. Dubvision. Dubvision Music. Oh, dus je dacht als ik de echte Stefan niet kan krijgen, dan doe ik maar gewoon... Doe ik maar gewoon een slap aftreksel, ja. Want je kijkt elke week toch, Rox? Nee, ik kijk niet elke week. Maar heb je er wel één gezien ooit? Met Bas. Alleen met Bas? Ja, of course met Bas. Jullie, jullie zijn echt een team tegenwoordig. Jullie zijn echt beste matties, toch? Wij zijn maatjes. Ja, hè? Ja, ja, ja. En hebben jullie dan ook seks en zo? Of, Nee, want het is eerder broer-zus. Maar intilt is windtilt. Incest is windcest. Intilt is windtilt. Maar topvent is dat. Ja, Bas is leuk. Ja. Dat is een leuke gozer. Nou, jij bent ook een leuke meid, toch? Dus dat, Zeker. Onze ontmoeting was ook leuk. Dat is bijna 2 jaar geleden. Wow! Inderdaad. Toen was je nog niet. Wij kenden Roxanne niet. En toen kwam ze naar ons toe en vroeg ze of ze met ons op de foto mocht. Voor je broertje, toch? Ja. En ja, toen hebben we eerder gehoord. Toen hadden we die foto gemaakt en toen ging ze weer weg. En toen kwam ze later terug en dan zeiden ze, ja, we moeten hem opnieuw maken, want jullie staan er echt niet goed op. Jullie staan echt lelijk op. Jullie staan echt lelijk op. En toen dacht ik van, dat vond ik best wel grappig. En toen gingen we met z'n allen die wc proberen waarbij je anus gecleaned wordt. Ja. En toen ging je laten zien hoe je kon twerken. Ja, het begon daar al. Ik deed hem toen al. Toen deed je hem al, inderdaad. Ja. De vriendenboekje vraag van potje rijden met niemand minder dan... Roxanne, ik kwam. Roxanne, ja. Wat is jouw favoriete kut? Ik bedenk me iets. Je favoriete gespreksonderwerp? Influencers op Instagram. Dat vind ik wel heel leuk gespreksonderwerp. Ja, jij hebt echt een hele rant laatst gedaan. Heb je daar nog een reactie op gekregen van die mensen zelf? Oh ja, zeker. Oh, daar was ik benieuwd naar namelijk. Hallo, waarom maak jij mij belachelijk op Instagram? Nee, gewoon letterlijk dat. Zij zit ook met die stem, ook al die jongens? Ja, zeker. En, maar wie dan? Dat was die ene die met tandpasta op de foto ging. Ja. Die zei, ik heb eindelijk mijn zelfvertrouwen teruggekregen door Colgate tandpasta. Ja, het was ook wel erg. Dat ik moet wel toegeven, ja, het was ook wel heel heftig inderdaad. En heel Instagram is nu gewoon één groot commercial reclamebureau geworden. Zo'n reclameblad. En maar jij doet zelf toch ook... campagnes? Kleding vooral, ja. Maar dat mag wel. Dat mag wel. Zeg ik heb ook absoluut niks tegen. Nee, maar je bent gewoon fucking hypocriet, Roxanne. Ja, maar die meiden moet ook gewoon hun geld verdienen. Maar zeggen, wow, hij is mooi. Echt mooi inderdaad. Oh, fuck. Hij is helemaal... Ja, jullie kunnen het zien, maar er staat een regenboog. Ja, maar doe het gewoon niet zo. Nee, ik snap wel wat je zeg wilt. Gewoon, hey, ik ga nu op de foto met een tube tampen staan, want dan krijg ik heel veel geld voor Colgate. Met wie zou jij een dagje willen ruilen? Dan Bilzerian. Oh, is dat die... Ja, die brede guy die met al die chickies zit. Ja. Met al die chickies. Waarom zou jij dat willen? Gewoon een keer leuk. Lekker spelen. Ja, ik snap het wel. Man. Hij heeft ook die Ignite feestjes altijd. Ja, precies. En dan overal Moet je daar niet een keer heen? Je zou er best wel tussen passen. Ja. Toch? Ja, maar... Kijk, dat is allemaal live. En dan kan je niet meer iets photoshoppen, dus dan... Nou, hoezo? Je hoeft nog niks te photoshoppen. Oh, nee, maar even... Photoshop jij je foto's? Eerst wel, maar nu bijna niet meer. Wat deed je dan vroeger? Maak je tieten groter? Of... Nee. Want nu maak je daar grapjes over. Dat heb je net echt gedaan, hoor. Ja. Ze zijn echt, jongens.
Ja, ik weet dat ze echt zijn. Ja. Maar ik bedoel niet zo van, ik heb... Dus? Wat wilde je vroeger worden? Kapster. Is mislukt. Dat is niet gelukt, verdomme. Nee. Dit heb jij het laatst gegoogeld. Zo, die zit echt te chappen. Aanbijencrème. Nee, het is ook geen grap. Het is gewoon echt. Weet je waarom? Nou, ik ben heel benieuwd, ja. Of het is je vriend, of jij bent het. Nee. Aanbijencrème. Ja, hier, daarom hebben we deze vraag heen gestopt, voor dit soort antwoorden. Een meisje die vertelde tegen mij, dat is... Nee, dit antwoord laten we er niet in. Jawel! Een meisje vertelde tegen mij. Ja, er was ook zo'n gast en die had, die ging reclame maken dus op Instagram voor hemorrhoid cream. Oeh, cream. Ja, hemorrhoid cream. Dus aan bij jezelf. Dus ik dacht, oeh, die moet ik vinden. Dus ik wist niet hoe je hemorrhoid cream schreef. Dus ik dacht, ik ga het even googelen. Aan bij je cream. Dus daar heeft iemand daar een campagne voor gedaan. Holy shit. Dit is iets wat wij niet van jou weten. Ik heb vroeger op trompetles gezeten. Nee, dat is inderdaad iets wat ik ook echt helemaal niet bij je verwacht had. Ik wist, nou, je kon wel goed trompet spelen de hele tijd, maar ik dacht dat je iets anders bedoelde. Yo, ik heb nooit de trompet aangeraakt. Behalve mijn eigen trompet. Oh, die trompet bedoelde je? Oh. Nee, niet per se mijne. Maar bedoelde je de pret... Je blokfluitje. Een piccolo. Een mondharmonica. Wat? Die speel je... Nou, dwars, leuk hè? Jongens. Ja, precies. Doe de volgende dus maar. Een soort van dwarsvlees. Brit zit de hele tijd zo. Stop met over die piemel praten. Wat staat er boven naar jouw bucketlist? Ja, ik doe eigenlijk heel veel leuke dingen al. Ik wil graag veel reizen. Dat is wat ik wil. Nice. Wat is je slechtste eigenschap? Te impulsief. En te niet focus. Een vlinder. Wat vind jij het allergoorste wat er bestaat? Smerige tanden. Oeh. Als iemand van die half wegrottende tanden heeft. Oeh, een gele. Ja, dat er tandplak op zit. Tandplak? En die tandplak, ja, ik vind het zo. Ik heb ook helemaal zin om tanden te gaan poetsen. Of mensen die gewoon onverzorgd zijn, gewoon echt vies. Die al 2 weken hun haar niet hebben gewassen. Gewoon puur omdat ze er geen zin in hebben. En dat je dan die muffe lucht ruikt als ze langslopen. Wat zou jouw DJ-naam zijn? Rox, met dan R-O-C-K-S. Wat is jouw lievelingsnummer momenteel? Ja, nee, maar mag jij het ook? Lekker 80s, 90s, ja, Destination Calabria. Hoe gaat die? Goed. Destination Unknown. Ja, die is vet. Omdat jij iedere vraag goed had van Potje Rijden, de vriendenboekje vragen, hebben wij voor jou een prijs. Die Stefan gefixt heeft. Wij betalen jouw McDonald's. Hey. Yay. Oh, hier ben je echt heel goed vanaf gekomen. Ja. Yes. Wat zijn je hobby's? Ik vind het gewoon heel leuk om bij mijn vriend te zijn. Oh, is dat je hobby? Dat is echt mijn hobby. Als ik thuis zit en denk, nu wil ik wat leuks doen, dan denk ik, ik wil naar Stefan. Ja, snap ik. Ja, dat is mijn Stefan. Oh, ja. En daar wil ik gewoon liggen en dat is mijn hobby. Wie belt? Bram. Wat? Hey Bram. Kijk, yo. We zitten potje rijden op te nemen met Roxanne Kroont. Hey, hoe laat zullen we die foto al plaatsen? Zullen we dat om 4 uur doen? Ik denk 5. Wat 5 uur doen? Influencers. Wat laat, hoor. Laat? Laat het om 3 uur doen. En welke filter? 3 uur. Laten we 3 uur. Nee, 3:30 dan. Laten we kwart over 3. Ja. 3:30. Nee, 4 uur is een mooie tijd. 4 uur, hè? Ja. Ja, waarom? Nee, ik zei eerst al 4 uur. Toen zei je... Ja, ik zeg 5, maar... Om 3 uur zijn mensen aan het werk en druk. Nee, het is geen YouTube, het is Instagram. Ja, daarom. Ja, juist Instagram. 4 uur. Ach. Als er iemand iets van Instagram af weet, jongens... En veel tieten laten zien. Dan... Ja, dat is waar. Show some skin. Ja, er zit nog geen tiet in. Nee, Paul. Er zit nog geen tiet in onze foto. Ja, Paul gaat nog tieten in shoppen, dan komt het goed. Top. 5 uur. Nee, klik erop. Dan deel ik hem wel om 3 uur. Nee. Oké, doe dat. Love you guys. Alright. Wat is het minst ongemakkelijk? Dikke tarrel spruitjes mayonaise? Oh, het minst ongemakkelijk is denk ik iemand een handshake geven, zeg maar. Een hand geven en dat je dan toch voor die 3 kussen gaat.
En dat je dan beseft, oh, ik had er ook één kunnen zijn. En dat je dan bij die één zeg maar al een twijfel hebt. Met z'n tweeën, dat je dan net door... En daarna benoemen ze van, oh nee, doe maar één. Ja. Ha, ik doe altijd drie, oh, ik één. Ha. Ja. Dat vind ik het minst ongemakkelijk, ja. Oké, waarom doe je mee aan deze serie? Nou, omdat we 2 jaar geleden elkaar een keer ontmoet hebben. En sindsdien zijn we... Beste maatjes. Vrienden gebleven. Met z'n allen. Met z'n allen. Dan moet je even goed nadenken, want ik hoop echt op een goed verhaal. Wat een keer potje fietsen. Nee. Wat? Dat is veel te moeite. Op mijn tandem. Oké, sorry. Ja. Zo grappig. Ja. Wat is het grappigste wat jij ooit hebt meegemaakt? Oh, nou, maar dat is een verhaal van 3 minuten. Ja, oké. Okay. Heb je nu mijn knopte versie? Ja, toen kwam mijn broer dronken thuis. Tje, broertje. Broer. Ik heb een broer ook van 24. Oh, okay. En dat is een paar jaar geleden. Die kwam thuis. Die kwam een soort van de trap oplopen. En we waren toen nog 16, 18. En mijn ouders waren niet heel erg van de drank, zeg maar. En mijn vader die ging even bij hem checken wat er nou aan de hand was. En mijn broer die lag op bed. En hey, het spijt me. Hier een biertje naar cocktails. En op een gegeven moment, mijn vader die werd dus een beetje boos. Van, nou, oké, ga maar slapen dan. En dus... Sean. Dus mijn broer ging slapen en 3 seconden later hoor je naar de wc, maar je hoort zeg maar eerst kots. En dan pas het rennen. En toen ging de deur pas open van de wc. Dus mijn vader en ik liepen de gang op en je zag... Sean. Zijn beentjes zag je zo uitsteken. Met kots er zo mee. Door die deur. Ja. Door dat deurgat zag je die beentjes zo. Ja. Oh my en mijn vader die was boos, die zei, je gaat het nu ook schoonmaken. Oh, shit. Sean. Hij trekt al zijn kleding uit en die gaat naakt, pakt hij een emmer en een doek en begint schoon te maken. Wannek. Helemaal naakt. Dus mijn vader en ik die stonden er echt ernaast te lachen van wat de fuck is dit nou weer. Dus... Sean. Mijn broer, oh mijn god. Die gooit die natte doek gooit die richting mijn vader. Oh mijn god. Omdat hij boos was. Nee! Ja. Oh shit! En hij rent zo op mijn vader af. Naakt. Ik dacht dit was het, maar het wordt nog veel erger. Dus dat ding tussen zijn benen van... Tot mijn vader af. Ding tussen zijn benen. En mijn vader die duwt hem zeg maar zo de badkamer in, omdat hij was zo dronken, hij kon niks. Doet je vader maar vaker. Sean. Pakt die wasmand op, mijn broer pakt die wasmand op. Je hebt zo vaak zijn naam, zo vaak. En hij gooit de wasmand tegen met vieze was. En begint erin te liggen zo. Jullie lachen me uit. Ja, niet gek. En de volgende dag kom ik zijn kamer in. Ik zeg, nou, je hebt wel veel gezopen gisteren. Wat dan? Wat was er gebeurd? Oh, en ik mag dit verhaal nooit aan mensen vertellen. En elke keer, als ik het ook vertel, wordt hij zo boos. Maar het is... Maar gelukkig kijkt hier niemand naar. Maar gewoon elke keer als ik zijn naam noem, moet je maar even gewoon een... Gewoon het geluid wegknippen. Hoor je dat, Luc? Doe dat maar. Vervang hem met een andere naam. Sean. Nee. Nee, Luc, echt niet. Nou, bedankt Roxanne. Voor het kijken naar Potje... Nee, wat? Voor het zijn in Potje Rijden. Ja. En het kijken elke week. Thanks daarvoor. Ja, nee, met plezier jongens. Ja. Ja. En moet ik nu betalen of straks? Nee, straks. En we gaan meestal via het dak naar buiten. Ah ja. Nou, hartstikke bedankt. Ja, graag gedaan. Doe er goed aan iedereen. Yes. Hoop eens op. Ja. Doei jongens. Doei. Nou. Jezus, dat duurde lang voordat hij... Die ging heel moeilijk weg. Ja. Zo'n plakker. Ja. Nou, wel gezellig. Toch? Ja. Tik maar. Waarom niet? Ik heb hem weer gefixt. Staat weer op. Jezus man. Doe eens een beetje support even. Kom op man. Hè? Nee.